Jezus was het. Die mijn ziekte wegnam. En mijn palen op zich heeft genomen. Door zijn striemen ben ik genezen. Zoals Jezus is, zo ben ik ook in deze wereld. De jongetje van 7 die zei uiteindelijk dat hij zijn schouder gebroken had gehad en dat hij daar dus pijn aan had. Dus ik zei, nou, dan kunnen we wel voor jou bidden, voor je schouder. Dus hebben we voor gebeden en na de eerste keer dat we er tegen gesproken hadden, zei hij, ja, het is wel een stuk minder. Dus ik dacht, nou, we moeten het nog een keer doen, dan is het vast helemaal weg. Dus hebben we nog een keer voor gesproken en toen was het helemaal weg. Wauw. Op een gegeven moment kwamen we bij de pinautomaat met een jongen, Hendrik. En voor hem hebben we mogen vervullen en we wilden Jezus ook aannemen, heeft hij ook gedaan. En toen kwamen we bij achter het gemeentehuis, daar moesten we heen, want daar zitten de oproeikraaiers geloof ik. Gesproken hadden, maar dan gingen er heen en die jongens waren heel onrustig. Ze wilden eigenlijk niks. En eentje die had pijn in zijn pols en ik bad er wat voor en er gebeurde eigenlijk niet iets, meteen merkbaar. En toen begon ik het evangelie te spreken en er waren nog meer mensen bij, Ben en Klaas-Jan. Zij waren in tong aan het bidden. De kracht van als je erbij bent en bidden, dat hebben jullie allemaal wel gedaan, dat is heel bijzonder. Want langzaamaan veranderde de atmosfeer van, we moeten niets meer hebben, tot dat ze ineens rustig werden. Ze kwamen bij elkaar, ze luisterden. En... Het is bemoedigend om te zien wat God heeft gedaan vandaag hier in de grote gast. Ik geloof dat hij met overal in de dorpen en de wijken waar we vandaan komen ook zal gaan doen. Ja, ik vond het zelf ook heel bemoedigend en ook om te zien dat er mensen zijn uit de rest van Nederland. En ik denk dat dit zich gewoon als een olievlek gaat verspreiden over heel Nederland. Wow. Ontzettend goed voor de bewustwording om hier te zijn en te leren over genezing en bevrijding. En toen ik de straat op ging, toen dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Ik liep naar het dorp, we zijn het hele dorp uitgelopen en niemand tegengekomen. Maar toen ging ik weer terug, mensen tegengekomen, in gesprek geweest. Het was goed. En dat moet je blijven trainen. Ik denk dat het goed is om met de dingen van de Heer bezig te zijn. Het zijn dingen die liggen buiten ons vermogen, maar ook in ons bereik. Deze dag is heel bemoedigend voor mij. En ik weet zeker dat hier heel erg over gepraat met een grote gast wat er allemaal is gebeurd. Wauw. Het heeft bijzonder veel met mij gedaan. Het heeft de honger voor het geloof weer aangewakkerd. Het heeft mij ook heel erg bemoedigd. Het heeft mij gezegend. En ik vond het heerlijk om op straat te gaan. Ik was wel even in het diepe gegooid. Maar het was ook heerlijk om het te doen. En ik vind altijd dat het wat de Bijbel zegt, als je geeft, ontvang je. Ja. En wij hebben heel veel ontvangen. Want ik word altijd blij als ik van hem mag vertellen. Ja. En dat is het. Ja, ik vond het een hele mooie dag. Opgebouwd door het woord wat Patrick heeft gebracht, is altijd heel goed. Je denkt wel eens, wij weten het wel, maar het is altijd goed om het weer te horen. Op persoonlijk vlak, groei en vrijmoedigheid. Ik heb echt veel geleerd uit deze training. Het is iets waarvoor ik al lang heb gebeden, dat ik een genezing een training wil. En God geeft altijd antwoord en op de juiste tijd. Ja, ik vond het erg bemoedigend. Ook dat ik het spannend vond, maar toch, ondanks de spanning, het wel gedaan. En dat is, ja, God is kracht. Voor mij is het ook kostbaar om samen het woord in te gaan op het verband met genezing. En ik vond het heel spannend om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Maar zo'n dag zet mij wel weer aan om ook weer gewoon door te gaan trainen. Ja, ik vond het ook een gezegende dag. Ik ben weer opgefrist met de genezende cursus van Patrick. Ik vond het geweldig. We gaan zo doen. Ja, voor mij was het ook de eerste keer. En ik vond het ook wel heel spannend. Maar ik dacht, nou, ik kan het zelf niet, maar de Heer mag door mij heen werken. En door het zo'n eerste keer gedaan te hebben, denk ik dat het makkelijker is om de tweede keer te doen. Ik vond het heel gaaf om te doen. En ik heb nog eens gezien, dus een heleboel dingen zijn aan het veranderen. Ik heb praktisch een stap kunnen zetten in het geloof en dat vond ik top. Prachtig, je hebt nog meer wakker gemaakt. Ja, geweldig om te zien de geestelijke eenheid die hier, er zijn allemaal verschillende mensen, maar toch in geest zijn we één en dat is zo powerful. Yeah. There is power in the name of Jesus. Ja, ja, ja. Absoluut. Ja, dank voor het onderwijs, fantastisch onderwijs. Ik denk dat we daar allemaal vol mee kunnen instemmen. Dank jullie wel.
En het vuur is aangebracht uit een grote gast. Yes. Hier. Ja, voor mij was dit ook de eerste keer. Ik vond het heel bemoedigend om het onderwijs te krijgen, de Bijbel te horen. En om het ook eindelijk eens echt te gaan doen. Zo. Hartstikke mooi. Ik vond het heel spannend, maar ook heel mooi. En ja, ik ga het wel vaker doen. Mooi. Het was vandaag voor mij een zegen om hier te mogen zijn. Ik ben weer opgebouwd in mijn geloof. En het was ook voor mij een stap, een grote stap om uit de angst te komen. En in die onzekerheid en gewoon mensen te durven aanspreken weer. Dus ik ben heel... En het was ook een grote zegen om veranderen te mogen bidden. Daar word je ook zelf in gezegend. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ben ontzettend gezegend om hier te zijn. Dit is een gewone leefstijl, wat we dat doen. Mooi. Gewoon zo leven. Ja. Door. Het is geen event, het is een leefstijl. Amen. Ik vond het ook super gaaf om hier met allemaal mensen te zijn die hier een passie voor hebben en enthousiast voor zijn. Een heerlijke dag om zo met elkaar mee te maken en enorm bemoedigd door alles wat er verteld wordt. Ik kom ook uit een gebied waar wel heel veel kerken zijn, uit de Bijbelwereld eigenlijk, maar waar je dit onderwijs gewoon heel weinig krijgt. Dus ik vond het erg ongemakkelijk om de straat te gaan en te gaan doen. Goed zo. Het werd heel lastig. Maar als je eenmaal van mensen kan bidden, dat geeft je zo power. Zo heb je zoveel energie om weer door te gaan. Dat is. Als je zegt van nou, in mijn gemeente of mijn groep of wat dan ook, al is het een kleine groep, grote groep, maakt niks uit. We gaan heel Nederland door als het moet. Want het is belangrijk dat mensen gewoon getraind worden. Want we praten er veel over, maar we moeten het ook doen.